Lieve mensen, ik heet u opnieuw hartelijk welkom op deze zondagmorgen. Het is gelukkig iets minder warm als de tijd die achter ons ligt. Ik heet u hartelijk welkom. We zijn begonnen vanmorgen met het zingen van een prachtig lied. Hoor hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel, een eindeloos gezang. En ik hoop dat het ook voor u persoonlijk zo mag zijn dat u mag zingen met alles wat in u is, met uw hart, met uw mond. In de kerk mogen we voorlopig alleen nog maar neurieën, maar dat u toch van binnen mag zingen. En dan is het een prachtig lied om zo mee te beginnen. We willen met elkaar ook de Bijbel gaan openen en gaan luisteren naar een overdenking. En straks willen we ook met elkaar het avondmaal gaan vieren. Maar voordat we de Bijbel gaan openen, zullen we eerst God bidden dat Hij ons wil helpen om te begrijpen wat er staat. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, Heer, dank u wel dat we hier zo vanmorgen ook in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Dat u, Heer Jezus, bij ons bent en in ons wil wonen door uw Heilige Geest. De mensen die nu ook met ons verbonden zijn en naar dit filmpje kijken, Heer, ook mogen weten dat u erbij bent en dat u zo graag ons hart en ons verstand wilt openen om echt te kunnen horen wat u vanavond wil zeggen, wat u vanmorgen wil zeggen. En ik bid u, Vader, wilt u een zegen geven en uw woord voor ons openen. Het is een geweldig ingrijpend gedeelte, maar alleen wanneer uw geest ons aanraakt en licht werpt op deze woorden, kunnen we werkelijk begrijpen wat er staat. Vader, open uw woord voor ons en help mij om uw woord getrouw uit te leggen. In Jezus' naam. Amen. Graag wil ik met u gaan lezen uit Efeze hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Ik nodig u ook uit om zelf uw Bijbel te openen en mee te lezen in het woord van God. Efeze hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Dit is wat er staat. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade,
zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zal roemen. Want zijn maaksels zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover dit schriftgedeelte. Lieve mensen, het thema voor de overdenking luidt: met Christus levend gemaakt. En tussen haakjes, u hebt een verlosser, u hebt een redder nodig. Nu, in dit gedeelte wordt er heel scherp gesproken over waar wij staan als wij niet de Heer Jezus toebehoren. En het beeld wat hier geschapen wordt van mensen die niet geloven, die geen christen zijn, is heel scherp. En eigenlijk heel negatief. Als u op straat zou vragen, hoe ziet u de mensen? Zijn ze goed? Zijn ze slecht? Dan denk ik dat toch de overheersende gedachtegang is dat de mens eigenlijk toch wel goed is. En met mindfulness proberen we dat ook te onderstrepen. Het zit allemaal wel in jou, het moet er allemaal wat uitkomen. Omgevingsfactoren maken soms dat je verkeerd handelt, maar het goede zit toch eigenlijk wel in de mens. En als u op een of andere manier wel eens van de New Age-beweging gehoord hebt, dan gaat men zelfs daar zo ver in dat men zegt, ja, maar je bent eigenlijk gewoon een klein godje. Nu, wilt u de juiste diagnose over uw leven horen? Wilt u werkelijk weten hoe wij zijn buiten het geloof, zonder dat we de Heer Jezus kennen, dan zullen we toch echt naar de Maker toe moeten gaan om te luisteren hoe Hij ons ziet. En dit is wat de Heere God zegt als u niet gelooft, als u geen christen bent. Zeg, je bent dood. Je bent een kind van de ongehoorzaamheid. Je bent een kind des toorns. En je staat onder invloed van buitenaardse krachten, machten in de lucht. Dat is wat de Bijbel hier zegt in het schriftgedeelte van vanmorgen. In de preek heb ik 3 punten voor u. En dan weet u waar we naartoe gaan. Het eerste punt, dood door de zonde. Het tweede punt, levend gemaakt met Christus. En het derde punt, om goede werken te doen. Hier is het eerste punt, dood door de zonde. Vers 1 en vers 5. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. En dan vers 5. Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen. En in de versen daartussenin zie je dat Paulus gaat uitleggen wat dat dan betekent, dat je dood bent in de zonde. Nu, ik weet niet of u op dit moment al de neiging hebt om af te haken. Als je te horen krijgt vanuit Gods woord dat we dood zijn in en door onze zonde. Ik weet niet hoe lang het voor u geleden is dat u voor de spiegel stond en tegen uzelf zei, ik ben dood. Ik denk dat de meesten van u zullen zeggen, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Als we naar onszelf kijken, is dat misschien wel het laatste wat in ons opkomt. Toch kom je hier de Bijbelse vaststelling tegen van een moeilijk woord, van de verdorvenheid van de mens. Je bent dood door overtredingen en zonden. God heeft dat van meet af aan al duidelijk gemaakt. Hij zei tegen Adam en Eva, je mag van alle bomen in het paradijs, in de hof van Eden mag je eten. Maar er is één boom, de boom van kennis en goed en kwaad. Daarvan zul je niet eten. Want staat er in Genesis 2 vers 17, want op de dag dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven. En op het moment dat Adam en Eva van die vrucht namen, gingen ze dood. Het zou nog jaren duren, ze werden honderden jaren oud, voordat het ook zichtbaar werd. Maar op het moment dat zij in opstand kwamen tegen hun hemelse vader, werden ze God dood verklaard. En het onmiddellijke gevolg daarvan is dat ze uit die hof van Eden, uit het paradijs verwijderd werden. En God stelde daar engelen op met vlammende zwaarden, die de toegang tot de hof van Eden, de toegang tot het paradijs, blokkeerden. En dat maakt zo duidelijk de absolute noodzaak van een redder die ons uit de dood
in het leven kan brengen. Want als God naar jou kijkt, en als jij geen christen bent en eerlijk naar je eigen leven kijkt en bereid bent om eerlijk te luisteren naar wat God tegen jou wil zeggen, dan is dit wat God zegt: je bent dood. Je bent een kind van de ongehoorzaamheid. Je bent een kind van de toorn. En je bent gevangen in demonische machten. Nu, dit is niet flatterend wat ik u nu vertel. Dit is niet iets wat je ergens anders kunt horen, behalve in de kerk, behalve in Gods woord. Geen psycholoog, geen antropoloog zal u dit vertellen. Geen journaal zal gewijd worden aan het dood zijn van de mens vanwege zijn zonde. In de Libelle of in de Linda zult u dat nergens tegenkomen. Het is niet flatterend, het is niet bemoedigend, het is zorgwekkend. Geen mens zal u dit vertellen, behalve uw maker. En die heeft het laten neerschrijven in zijn woord, de Bijbel. En het is de Heilige Geest die je laat zien waar je staat, zonder de Heer Jezus. Geen mens praat zo, God praat wel zo. En God zegt dit wel. God zegt tegen die atleet met zijn geweldige lichaam waar hij zoveel mee kan, maar niets wil weten van de Heer Jezus, je bent dood. God zegt tegen die briljante wetenschapper, die zegt er is geen God. En God zegt, je bent dood. En tegen die prachtige filmster die er zo mooi uitziet, op handen gedragen wordt, maar niets van God wil weten. God zegt, je bent dood. Maar ook tegen de hardwerkende man en vrouw in Nederland, die niet wil buigen aan de voet van het kruis, zegt God, je bent dood. Dat is de situatie waar wij allemaal vertrekken. En dan zegt Paulus in dit gedeelte, en het zijn nogmaals geen flatterende woorden, je bent een kind van de toorn. Er is vijandschap tussen God en jou. Door jouw gedrag, door jouw rebellie waarmee je mensen bezeerd hebt, maar waar je mee ten diepste bent ingegaan tegen Gods bedoelingen met jouw leven. Rust de toorn, het oordeel van God op jouw leven. En het is een kwestie van tijd of het wordt zichtbaar. Maar God geeft jou die tijd om je te bekeren, naar de Heer Jezus toe te gaan. Want je hebt die verlosser zo hard nodig. En dan zegt Paulus hier, je bent gevangen in buitenaardse krachten. Een hele bijzondere formulering. Hij zegt dit, overeenkomstig de loop van deze wereld, de gang van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht in de lucht. Van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Paulus, wat bedoel je daar? Overeenkomstig de macht in de lucht. Ik denk dat dit is wat Paulus bedoelt. U denkt dat u vrij bent om te doen wat u wil en wat u wil laten. En misschien dat u wel zegt, ik ga niet naar de kerk. Ik wil niets met Jezus te maken hebben, want dan ben ik mijn vrijheid kwijt. Wat Paulus hier zegt is dat je helemaal die vrijheid niet hebt. Maar dat je blijkbaar onder invloed staat van machten in de lucht. En ik denk dat Paulus daar simpelweg doelt. Er is een onzichtbare tegenstander. De Bijbel noemt hem Satan. En de gevallen engelen die met hem meedoen, worden demonen genoemd. En die beïnvloeden de hele loop van deze wereld. Hij noemt ze ook machten van de lucht. Het is eigenlijk een beetje vreemde uitdrukking. Paulus, wat bedoel je met de macht in de lucht? Ik denk dat Paulus dat dit bedoelt. Wanneer je niet in die vrijheid bent gekomen door je leven van de Heer Jezus te geven, sta je volledig onder beslag van die machten in de lucht. Heel simpel voorbeeld. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, als het weer voorjaar wordt, dan zeggen we wel eens, het voorjaar hangt in de lucht. En daar bedoelen we dan mee dat iedereen lijkt wel op een of andere manier beïnvloed te worden door het voorjaar dat in de lucht hangt. Zelfs, je hebt het misschien wel eens gezien, als de koeien weer in de wei gaan, dan hangt het voorjaar in de lucht. Het wordt zelfs zichtbaar in die koeien die de meest bizarre sprongen maken omdat ze eindelijk weer naar buiten mogen. Dus ik denk wat Paulus hier wil zeggen, iedereen die niet gelooft is hiermee besmet. Het hangt in de lucht. De duistere beïnvloeding. We zien het in de maatschappij. We zien het in individuele mensen. Soms kom je iemand tegen die werkelijk demonisch bezet is. En mogen God geven dat daar verandering in mag komen. Maar dit is waar je staat als je
de Heer Jezus niet toebehoort. De invloed van de macht, de overste in de lucht, is zo sterk dat elk mens en elke cultuur en elk land er zo door beïnvloed is dat je kunt zeggen, het zit in de lucht. Iedereen ademt lucht. Anders gezegd, de gehele wereld is het domein geworden van de tegenstander van God, van Satan. En het doet zijn uiterste best om te voorkomen dat mensen, dat jij, de stem van de Heer Jezus gaan horen. Paulus zegt op een andere plek, 2 Korinthe 4, vers 4, Satan, en hij noemt hem de God van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld is van God. En dan zegt Paulus, ook wij hebben daar vroeger in gewandeld. En dan richt hij zich tot de lezers van deze brief, de gemeente in Efeze, de heiligen in Efeze. Ook wij, ook jij, hebt daar vroeger in gewandeld. En pas toen God je ging aanraken en je als het ware uit de dood in het leven riep, zoals de Heer Jezus dat deed bij Lazarus, uit het graf in het leven riep. Toen de Heer Jezus jou aanraakte, toen de Heilige Geest jou ging overtuigen van waar je staat buiten de Heer Jezus. En je bevrijd werd en je zonden werden weggenomen. Dan ga je zien, ik was dood. En Gods oordeel rustte op mijn leven. En ik was niet vrij in mijn handelen. Mijn verlangens, mijn begeertes, ik ging eraan kapot. Ik was niet vrij. Dus ik denk, als u wilt weten wat de juiste diagnose van uw leven is, als u geen christen bent, en dit is niet flatterend, maar zowel wat de Bijbel zegt, je bent dood. En Gods toorn rust op je leven. En je staat onder invloed van machten die je niet kunt zien, maar die wel impact hebben op jouw leven. En als u wilt begrijpen wat het is om christen te worden, moet u eerst begrijpen wat het is om dood te zijn, buiten God om. Dat is het eerste punt. Tweede punt. En dit is zo mooi. Dit is wat er staat. Mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. Mede levend gemaakt met Christus, en dan door genade zijt gij behouden. Dit is een maximaal contrast. Eerst dood en dan levend. Je zou kunnen zeggen, wat er met de Heer Jezus gebeurde, gebeurt dan ook met jou. Op het moment dat je naar hem toe gaat en knielt bij de voet van het kruis, dan word je in zijn zoon geplaatst en sterf je in hem. En na 3 dagen stond de Heer Jezus op en zul je ook in hem opstaan. Die opstandingskracht die Jezus terugbracht in het leven gaat ook in jou werken. En dat nieuwe leven mag je dan binnen gaan. En dan zegt Paulus hier, en dat is eigenlijk wel een beetje apart, dat zegt hij hierbij, door genade zijt gij behouden. Dat lijkt zo'n zijzinnetje van Paulus, dat je denkt van Paulus, waarom zeg je op dit moment, door genade zijt gij behouden. Mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. Ik denk dat Paulus dat op dit moment zo duidelijk zegt. Waarom? Omdat een dode op geen enkele manier kan bijdragen aan zijn verlossing. Dat is waarom hij zegt, het is genade. Jij hebt niets kunnen bijdragen aan jouw redding. Maar je was dood. Je trommelvliezen deden het niet. Jouw hart ging niet uit naar God. Niets in jou zocht Gods glorie en Gods heerlijkheid. Je ging voor jezelf. Je werd voortgedreven door wat je zelf wilde. En niets in jou gaf landingsgrond voor Gods waarheid. Dus het feit dat jij behouden bent. En als u luistert thuis en u bent een kind van God, dat u een kind van God bent, is louter alleen genade. Ik moet u eerlijk zeggen, vroeger gebruikte ik andere woorden en zei ik, toen ik 19 was, heb ik mij bekeerd en heb ik de Heer Jezus in mijn leven gevraagd. En toen ben ik christen geworden. Nu, ietsjes ouder inmiddels, gebruik ik echt andere woorden. God riep mij toen ik 19 was. En hij gebruikte daarvoor andere mensen van Youth for Christ in Aalten.
En met een onweerstaanbare roepstem riep hij mij. Ik heb mij niet bekeerd. Hij keerde mij om. Ik heb niet gekozen. Hij koos voor mij. En ik kon niet anders dan zeggen, Heere Jezus, dank u wel. Ik was dood. Maar door genade en genade alleen ben ik behouden. We gaan straks ook met elkaar dat lied zingen. Dat lied van John Newton, de voormalige kapitein van een slavenschip die met zijn schip in een zware storm terechtkwam. En God smeekte om redding en hij werd gered. En hij gaf zijn leven aan de Heere Jezus op 10 maart 1748. En het is een aantal jaren later dat hij het lied schrijft wat wereldwijd bekend is. Amazing Grace. U kent het ook wel. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien. En in het Engels staat het daar nog scherper. That saved a wretch like me. Dat betekent ik die een stakker, die een ellendeling was, het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Het is een soevereine daad van Gods kant geweest. Met onweerstaanbare roepstem kwam hij tot mijn leven, tot het leven van elk kind van God. En hij riep mij uit de duisternis in het licht. Hij riep mij uit de dood in het leven. En met hem ben ik nu geplaatst in de hemelse gewesten, zegt Paulus. Niet langer meer onder invloed van die machten in de lucht, maar nu onder invloed van de hemel. Het is de Heilige Geest die in het leven van Gods kinderen komt wonen en die macht van de duisternis steeds meer gaat verbreken. En waardoor je steeds meer een hemeling gaat worden. En tegelijkertijd een vreemdeling hier op aarde, waar alles onder invloed staat van die machten uit de lucht. Dat maakt jou een pelgrim. Dat maakt jou een kind van God. En je positie is vaak lastig hier beneden. Maar hou vol. Nog even. En de Heer Jezus zal zijn gemeente thuis halen. Het laatste. Het derde en het laatste punt. Dood door de zonde. Levend gemaakt met Christus. Derde punt. Om goede werken te doen. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Nu, als wij spreken als mensen van na de reformatie, staande in die protestantse traditie, dan hebben wij altijd wat moeite met het doen van goede werken. Waar we het idee hebben dat we daarmee toch nog een klein beetje de hemel moeten verdienen. Zoiets van een beetje van magie en een beetje van mezelf, een beetje van God en een beetje van mezelf. Dat is niet wat hier staat. Want een dode kan niks meebrengen. Het is door genade en genade alleen dat je behouden wordt. Maar als je dan behouden bent, dan ga je die goede werken doen niet om de hemel te verdienen, maar om de hemel te danken. Dank u wel, God. En ik leg mijn leven in uw handen en ik wil dat doen wat u van mij vraagt. En het is zo mooi wat er staat. God heeft een plan met jouw leven en hij heeft er al over nagedacht al voordat de schepping er was. Hij zag jou, hoe je ook heet, Jan, Klaas, Grietje, Jannie, maakt niet uit. Als u een kind van God bent, heeft God een plan met jouw leven. En alles wat op jou afkomt, corona, moeite, misschien verliezen van je partner of de baan of je huis of ziekte, zwakte, wat het ook maar is. Al die dingen past God in dat plan dat hij met jouw leven heeft. En zijn plannen met jou staan vast. Jeremia 29 vers 11, van ik weet welke plannen ik voor jou heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Lieve mensen, ik wil eindigen bij de genade. Daar begint het, daar eindigt het en daar zit alles tussenin. En ik wil eindigen met een korte anekdote over een parelvisser. En ik lees het u voor, luistert u maar gewoon naar wat er staat. De parelvisser. Een zendeling stond aan de oever van de Indische Oceaan en tuurde in de golven. Er kwam een donker hoofd boven water en twee lachende ogen van een oude parelvisser keken hem aan. Oh, wat kun jij duiken, Rambouw, zo heet hij, riep de zendeling David Morse.
Ah, kijk maar eens, Sahib, dat betekent meester, zei Rambau. En hij nam een pareloester tussen zijn tanden en opende hem. En daar lag een glanzende parel op zijn hand. Ach, zei Rambau, de parel is goed, maar er zijn betere. Kijk, hier ziet u een paar foutjes. Weet u, gisteren sprak u met mij over God. En zoals deze parel foutjes heeft, zo heb ik ook vele fouten en zonden. Die moet ik eerst goed maken, zei Rambau, en ervoor boeten. Beste Rambau, zegt de zendeling, ieder die met berouw tot God komt en Christus aanvaardt als zijn verlosser, wordt aangenomen. Begrijp je dat? Nee, Sahib, zegt Rambau, nee, dit gaat mij te makkelijk. Ik wil Gods barmhartigheid verdienen door een pelgrimstocht naar Delhi. Maar Rambau, Gods genade kun je niet verdienen. Hij wil het aan jou geven. Gods Zoon Jezus Christus heeft aan het kruis alles volbracht wat nodig is voor jouw redding. God wenst alleen dat we onze zonde aan hem vertellen. En dan geloven dat zijn Zoon de schuld betaald heeft voor zondaars die tot hem komen. Maar Rambau wilde Christus niet aanvaarden onder deze voorwaarden. Toch werden zij wel vrienden. En op een dag kwam Rambau, hij zei, hier is een doosje met een voorwerp en ik wil u graag hierover vertellen. Mijn zoon was de snelste parelvisser, de beste. En hij droomde van nog mooiere parels. En op een dag vond hij er één, heel diep en vast tussen de rotsspleten. Maar mijn zoon haalde hem wel boven, maar hij was te lang onder water gebleven en een paar dagen later stierf hij. De oude man boog zijn hoofd. Jarenlang heb ik deze parel bewaard. Nu ga ik naar Delhi en ik kom misschien niet meer levend terug en ik geef hem aan u. De zendeling was even sprakeloos. Zei Rambau, wat een prachtig mooie parel. Ik bied jou $1,000. Maar ernstig antwoordde de man, mijn zoon gaf zijn leven voor deze parel. Ik kan hem niet verkopen, ik kan hem alleen maar schenken. En Rambau zei, Moors, ik gebruikte die woorden jij tegenover God gebruikt hebt. De duiker keek de prediker aan. En langzaam begon hij te begrijpen. En Moors zei, niemand kan voor Gods behoud betalen. Hij heeft hem het levensbloed gekost van zijn enige geboren zoon. Gods liefde en zijn verlossing kunnen we alleen maar gelovend en dankend aannemen. Nu werd het licht in het hart van de visser. En nu begrijp ik het, zei hij. En na een uur kwam hij terug en zei, ik wil nu zoals ik ben tot God komen. Ik kan niets verdienen, want ik sta bij hem in de schuld. Maar ik wil Gods onbegrijpelijke liefde aannemen en hem en zijn Zoon Jezus Christus daarvoor danken. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Amen. Thank you.
mensen, wij willen ook met elkaar nu het brood gaan breken en de beker drinken. Het vieren van het avondmaal is eigenlijk een zichtbaar getuigenis van het sterven van de Heer Jezus en het opstaan van de Heer Jezus. En ook diezelfde weg die wij gegaan zijn, gestorven in Hem en opgestaan in nieuw leven. En voordat we het avondmaal gaan vieren, wil ik eerst graag met u bidden. Misschien wilt u thuis ook uw handen vouwen, uw ogen sluiten. Vader in de hemel, dank u wel dat u wist hoezeer wij verloren waren. En hoezeer wij een verlosser, een redder nodig hadden. En u hebt uw Zoon, de Heer Jezus, gegeven. En Hij stierf voor ons aan het kruis. En in Hem zijn wij opgewekt tot nieuw leven, eeuwig leven, onverwoestbaar. Dank u wel, Heer Jezus. En we willen nu met de tekenen van brood en wijn, willen we u eren, Heer Jezus. En ik vraag u, wilt u het sterken aan ons lichaam? Wilt u eer ontvangen als wij als uw kinderen, Vader, zo getuigen van het volbrachte werk van uw Zoon? In zijn naam bidden wij. Amen. U bent thuis en u wilt misschien ook wel meedoen. Misschien hebt u thuis wel een klein stukje brood klaar liggen en ook wat wijn klaarstaan. Het is de Heer Jezus die ons uitnodigt om via het brood en via deze kleine bekertjes door Hem gesterkt te worden en Hem te eren in alles wat Hij volbracht heeft. En Hij, de Heer Jezus, Hij nam het brood, Hij sprak de dankzegging uit, Hij brak het. En Hij gaf het hun. En Hij zei, dit is mijn lichaam dat voor jou is gegeven. Doe dit tot mijn gedachtenis. Mag ik broeder Louis Collenaar vragen om met ons te danken voor het brood. Heer Jezus, dank u wel dat u uw eigen lichaam hebt gegeven voor ons. Dank u wel, Heer, dat we als teken daarvan ook het brood mogen nemen. Heer, dank u wel dat u met ons een nieuw verbond hebt gesloten. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u het maar zegenen. Amen. Amen. Neem en eet. Dit is mijn lichaam dat voor jou is gegeven. Doe dit tot mijn gedachtenis. Na de maaltijd nam de Heer Jezus de beker. En Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor jou is uitgegoten, tot vergeving van jouw zonde. Doe dit tot mijn gedachtenis. Broeder Richard Pasveer, wilt u met ons danken voor de beker, voor het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat we ook vanmorgen weer mochten horen, Heer, van uw genade, uw reddende genade, Heer, waardoor wij vrijgekocht zijn. Dank u wel dat u uw bloed hebt gegeven, Heer, om onze zonden te vergeven. Dank u wel voor uw genade, Heer, die zo oneindig groot is. Amen. Amen. De Heer Jezus zeide, voorzeker zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag dat ik deze nieuw met u zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Maranatha, Heer Jezus, keer spoedig terug.
Amen. Wij willen heel graag nu zijn zegen ontvangen. En dan tenslotte met elkaar nog een prachtig lied gaan zingen. Ontvang zijn zegen, mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen en met elkaar luisteren naar dat prachtige lied. Hou vol. O Heer, ik heb u zo nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij en u spreekt mij vrij. O God, ik heb u nodig. U spreekt mij vrij.